Yo, Nintendo fans. Piet, ben je met pensioen of zo? Ik heb honger. Oh ja, ja, ik heb jou 20 dagen geen eten gegeven. Sorry. We zijn aangekomen op dag 7 in Pikmin 3 Deluxe. We hebben de kapitein eindelijk gevonden en ze zijn zo blij dat de kapitein er weer is. Kapitein, bedankt deze twee. En Brittany zegt, ja, ik dacht echt dat die spookmod uit de vorige aflevering dat jij dat was. Jullie gezichten lijken op elkaar. Wat? Dat is een belediging. Als je dit een leuke serie vindt, doe blauw duimpje omhoog. En vergeet sowieso niet te abonneren. We moeten Olimar gaan zoeken, want Olimar heeft onze Cosmic Drive Key. En we hebben een nieuw signaal van een andere planeet gevonden. Het is een ander schip, niet die van ons, dus misschien die van Olimar. Dus, laten we daar naartoe gaan. De tropische wildernis en hier moeten we de Cosmic Drive Key gaan vinden. Ja, dit ziet er inderdaad wel even anders uit. Ander planeetje. Onze Pikmin zijn ook weer gezellig mee. En de kapitein zegt, die treasure hunting Olimar, die moet hier wel ergens zijn. En Elf zegt, hé, maar dit was de eerste plek waar ik geland ben met mijn schip. Oh, wacht even. We zijn hier dus blijkbaar wel al geweest. Nou, we roepen de pikminnetjes weer mee. Even kijken hoor. We kunnen nog niet dat water in. Hier kunnen we wel al doorheen als ik mijn donkere pikmin even laat chargen. Maak die muur kapot, jongens. Lekker hoor. Ja, ja, dit voelt helemaal goed. Lekker bezig, guys. Doe je ding. Hé, hey, hierachter is een monster. Hé, hey, wat? Het was een kreeft. Oké, deze monsters, deze moeten we besluipen. Eens even kijken of dat lukt. Oh, dat lukt niet. Oh, dat lukt niet. Nou ja, dan gaan we hem maar gewoon zo pakken. Go, 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 go. Nice. Oké, breng hem maar terug, jongens. Gele Pikmin, jullie mogen even hier gaan graven. Go, go, go. Wow, dat is een mega fruit. Wat is dit voor fruit? Lekker bezig, guys. Heerlijk. Oké, ik denk dat ik hier ook doorheen kan met mijn donkere Pikmin. Die moeten dit wel kunnen fixen. Ja, kijk, kijk, kijk. Ze gaan helemaal los. Hallo? Waar zijn jullie? Donkere Pikmin, hè? Hallo? Oh, ja, kijk. Het heeft gewerkt. Maar waar zijn ze? Oh, oké. Ze zijn er. Ze zijn aan de andere kant van dit plekje. Nou, kan ik hier naartoe gooien? Oh. Even kijken wie ik mee moet nemen. Jullie moeten niet te ver, hè? Jullie moeten echt niet te ver. Oké, go. Go, go, go. Oké, kom. Pak deze guy. Pak hem. Nice. Oké, neem eerst dat fruitje ook maar mee naar huis. Via welke kant gaan jullie nu weer op, jongens? Kijk, we zijn nu natuurlijk met z'n drieën. Dus wij kunnen ook nog daar naar boven. Want, even kijken. Kijk, ik kan natuurlijk Olimar hierop gooien. Dan kan ik Olimar hier selecteren. Dan gooi ik al deze Pikmin even hier naartoe. Terwijl zij even dat beestje ook nog mee mogen nemen. Zo. En dan kan ik schakelen naar Brittany. En Brittany kan dan weer met deze gasten hier lopen. Kijk, nice. Oké, ik zie iets hier. Wat is dat? Moeten we daar naartoe? Wat een mooi uitzicht. Wat is dat daar? We moeten de gele Pikmin gebruiken om daar te komen. En dat is dus opnieuw een tip van Captain Olimar. Ik heb sowieso meer Pikmin nodig, denk ik. Hier, gooi je even deze Pikmin allemaal die kant op. Misschien wat rode Pikmin erbij. En nog wat extra gele. Zo, hoppatee. Yes. Schakelen naar Olimar. Die mag deze even roepen. En die gooit even al die Pikmin allemaal hier naartoe. Oké, en dan pakken we dus Brittany. En die is juist. Zo, die is hier. We hebben wel een probleem. We moeten namelijk brug gaan bouwen hier. Kijk maar, want deze Pikmin, die kunnen er nu niet door. Dus dat is niet handig. Kijk, hier zitten in ieder geval stukjes van die brug. Ik weet niet of dit alle stukjes zijn. Ik denk dat... Nee, hier hebben we vast die hele brug nog niet mee gebouwd. Oh, we moeten nu echt flink ons best gaan doen, jongens. Ik hoop dat dit gaat lukken, jongens. Het lijkt erop dat we nog niet door deze muur kunnen. Oké. We kunnen sowieso wel hem even gaan pakken. Lekker, nice. Charge hem maar anders. Charge hem maar, goed zo. Oké, nu hebben we gele Pikmin nodig voor dit ding. Charger! Dan kunnen we straks daar naartoe. Zij mogen even daarmee aan de slag. Dan gaan wij deze spinnen even chargen. We hoeven ze nog niet mee te nemen, want we kunnen letterlijk niet... We kunnen nergens naartoe. Oh. Dat ging maar net goed. Oké, even kijken of hier nog wat is. Nou, laten we eerst teruggaan, want volgens mij hebben de gele Pikmin de deur geopend. Ja, kijk, die hebben hier het deurtje geopend. Nou, ben ik heel benieuwd. Dit is een grote open vlakte. Het lijkt me dat hier een boss fight plaats gaat vinden, jongens. Ja. Ja, oh my gosh. Oh my gosh, hij heeft superveel Pikmin gesloopt. Ik was... Nee. Kom. Ik moet even lezen wat dit is. Oké, jullie moeten hem beklimmen, jongens. Jullie moeten hem beklimmen. Al het haar moet er vanaf. Oh nee. Nee. Oh, hij maakt echt keihard mijn Pikmin dood, jongen. Dit gaat helemaal fout. Hij heeft echt al superveel Pikmin van mij gesloopt. Dit is zo niet tof. En waar gaat hij ook helemaal naartoe, joh? Kijk, hij staat nu aan de andere kant met zijn poten.
Hij loopt hier weg. We moeten eerst al dat haar van zijn poten krijgen. Oh nee, er zijn echt 30 Pikmin kapot. Ik heb meer Pikmin nodig, jongens. Ik moet ze allemaal meenemen. Oh, maar ik kan ze helemaal niet meer meenemen nu. Oh nee, ik ben hier opgesloten, soort van. Als ik niet snel meer Pikmin vind, heb ik een probleem. Ik moet deze kant op. Blijkbaar moest ik helemaal nog niet daar naartoe. Oh, kijk, hier is er nog een stuk brug, jongens. Deze guys kunnen er niet doorheen. Kom maar mee, jongens. Kom maar mee, kom maar mee. We hebben een beetje haast. Oh, hier heb ik rode Pikmin voor nodig, maar die heb ik niet meer. Ik moet hier gewoon langslopen. Alle Pikmin die kunnen bommen. Bomb rocks meenemen. Kijk, en op die manier kunnen we dus inderdaad bommetjes meenemen. Kijk. Ja hoor. Oké, wat gaan we hiermee doen? Ik heb een mysterieuze steen gevonden. Misschien komt die wel van pas. Nou, laten we gaan kijken waar we dat voor nodig hebben. We moeten hier in ieder geval even naartoe. Ik heb echt zo weinig Pikmin nog bij me. Er zijn er een paar richting die brug. Die ben ik echt helemaal kwijt. Ik denk dat ik die daarop moet gooien. En dan ontploft die muur misschien wel. Dan gaat het wel snel. Juist, oké. Ik heb in ieder geval hier weer stukjes brug, jongens. Hebben we dan de brug naar de overkant al? Nee. We moeten nog twee stukken. Waar vinden we die twee stukken dan? Deze dag is echt zwaar chaotisch. Ik ben niet blij met deze dag. Ik moet mijn teammaten gooien, maar dat gaat helemaal niet. Want mijn teammaten zijn hier helemaal niet. Hoe kan ik dan mijn teammaten gooien? Hier hebben we ook weer die irritante beesten. Laat mijn Pikmin met rust. Hier, pak ze aan. Hoppakee, pak hem, pak hem. Go! Verslaan die gast! Oh, oh, ik heb bommen gegooid. Ik heb bommen gegooid. Oh nee, er zijn nog meer Pikmin dood. Ik heb er nog maar 62 in het veld. Er zijn al 38 Pikmin dood. Dus even kijken, hier... Ja, kijk, ik heb nu wel een rondje gemaakt, dus ik kan nu wel weer terug. Hier zijn we naartoe gegaan. En kijk, nu kom ik weer bij mijn maten uit. Dus nu zou ik de kapitein en alle andere Pikmin daar naartoe kunnen gooien. Ja, het begint wel een beetje laat te worden nu. Maar ik zou nu nog een rondje kunnen gaan maken. Nog één keer hetzelfde rondje. En wie weet kunnen we dan deze wel meenemen. Ik twijfel. Volgens mij gaan ze toch weer via die brug proberen. Oh nee, kijk. Kijk, kijk. Nu gaan ze het inderdaad meenemen. Helemaal top. Goed zo. Neem maar mee. Neem maar mee. Die kunnen we meenemen. En deze kunnen we meenemen. Oh, oh, we moeten hier wel eventjes oppassen. We hebben nog Pikmin bij ons. Oh. 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 Charger. Charger. Maak ze kapot. Maak ze kapot. Ik heb vuur Pikmin bij me. Maak ze kapot. Oh, nee. Oh, nee. Er komt ook nog een kikker aan. Oh. Oh, dit zijn zoveel enemies hier. Ik ben benieuwd. Ik ben weer allemaal Pikmin verloren. Nee, joh. Oké, laat die grote maar liggen. Ik heb er nog 9 bij me. Neem deze maar mee. Let's go. Oké, dit is wel echt een flinke battle. Oh, kijk. Hier staat nog een groepje Pikmin. Helemaal goed. Kom mee. Oh my gosh. Hier gaan ook allemaal Pikmin dood. Dat komt omdat deze tegen vuur kunnen. Oh my gosh. Oh, kijk nou. Kijk nou. Hier gaat iedereen kapot. Hier gaat iedereen kapot. Deze liggen in de weg. Deze liggen in de weg. Nee. Dit gaat helemaal fout vandaag, jongens. Ik vind het echt erg. De helft van mijn Pikmin squad is dood vandaag. Ze zijn allemaal verbrand hier net. Nee. Oh, jongens. Dit was geen goede dag. Dit was helemaal geen goede dag. Ik vind het echt vet sneu. Oké, we hebben nog 9 seconden. Nog 8 seconden. We moeten echt op gaan schieten met z'n allen, guys. Kom op. 7. 6. Ja... Oké, okay. Okay, de Pikmin zijn in ieder geval nu allemaal hier. De Pikmin die in het veld staan. Oh. Ik ben al die gele allemaal kwijt. Oh, wat erg. Wat erg. We kunnen wel stellen dat de game nu moeilijker begint te worden. Dit is de eerste keer dat ik superveel verlies heb geleden bij mijn Pikmin. En waarom zijn jullie ook verloren? Jullie waren in de cirkel. Ik snap het niet. Of waren ze toch achtergebleven ergens? Oké, we hebben wel een nieuw fruitje ontdekt tenminste. Hey, dat is al een ding. Maar ja, die lag helemaal aan het begin. Dus dat was niet zo heel moeilijk. Het is wel een lekker fruitje trouwens. We kunnen echt vet veel sappies uit dat fruitje halen. Hey, dit is al het derde sappie. En we hebben een Velvety Dream Drop ook nog gevonden. En ik heb nu 13 shakies. Dus dat gaat de komende tijd wel goed. Ja, dag 7 was niet onze beste dag. Kijk maar eens. Kijk maar hoeveel Pikmin we verloren zijn. Vooral die gele. Er zijn wel rode bijgekomen zelfs. Maar die donkere hebben we ook wel verloren. Maar ja. We moeten op zoek naar gele Pikmin. De samenvatting is dat we zijn teruggekeerd naar de originele plek waar we zijn geland. Hier wordt een elektronisch signaal van uitgestuurd. Was het hier al eerder? En is dat geconnect met de Hokotation Olimar? En heeft hij onze Cosmic Drive Key? We moeten het uit gaan zoeken op deze planeet. Doe een blauw duimpje omhoog als je het zielig vond voor de Pikmin. En abonneer op dit kanaal voor elke dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!